is me gelukt. Het is me gelukt. Royal Bee, waar ben je? Hierboven, Candylicious. En het uitzicht is te gek. Ik heb wat je vroeg. Wil je het komen halen? Ik kom. Astu. Wacht maar tot de meiden hierover horen. Het is de grootste verrassing ooit. Bibi Air is een hoogvlieger. En Lady Diva is in de house. Of erboven. Viva la diva. Kijk, dat is een Lady Diva-entree. Je had het begin van mijn So Extra Tour eens moeten zien. Ik kwam binnen op een wagen met 20 robotflamingo's ervoor. Zo onwerkelijk. Kijk jou nou, meid. Ik heb mijn meisje zo gemist. Kom hier. Wee. Als Royal Bee belt, antwoordt haar BFF. Weet je nog hoe we altijd onze beste ideeën kregen hier in de eettent? Nou, ik had er een die zo tof is dat je uit je plaat gaat. Ik heb deze plek gekocht. Yes. Dat klopt, Queens. Je kijkt naar je nieuwe oude Favo-hangplek. Oké. Maar deze plek opknappen is veel werk. En voor het geval je het vergeet, deze meid is op tournee. Kom op, Queens. We gaan allemaal samenwerken, dingen regelen. Het gaat leuk worden. Waarom zou een muziekproducent, mega-influencer en allround cool queen zoals jij een eettent willen runnen? Het gaat niet alleen om de eettent, het gaat om ons. Jullie zijn mijn vriendinnen. Zo hebben we een plek waar we altijd terug kunnen komen. Hoe gek ons leven ook wordt. Perfect. Wat staat er als volgende op de lijst? We hebben niet echt veel tijd. Wow. We werken heel hard. Vanwaar zoveel haast? Nou, ik heb misschien al onze vrienden uitgenodigd voor een mega all-out feest. Om te vieren dat ik de eettent heb gekocht. En het is vanavond. Nog een keer. Een feestje. Hier, vanavond. Meid, ik weet niet wat jij denkt, maar dat krijgen we nooit voor elkaar. Hey. Kalm, iedereen. Tot ziens. Kijk wat er net is geleverd. Royal Bee, waar vond je de oude foto van ons? Die stond jarenlang op mijn telefoon. En je weet hoe graag ik mijn favoriete queens tentoonstel. Jullie zijn de reden dat ik dit allemaal doe. Dus help me een handje. Oh, iets naar links. Beetje naar rechts. Nee, je andere rechts. Zo ja, goed gedaan, meiden. Dat roept heel wat herinneringen op. We zien er sexy uit, toch? Absoluut. Als ik bij jullie ben, voelt het alsof er niets mis kan gaan. Zie je? Royal Bee, je weet dat ik van je hou. Maar meid, een feestje geven hier vanavond, dat is te extra. Ja, klopt. Het zal wel wat werk zijn, maar ik denk dat we het aankunnen. Oh, het is geen feestje dat Candylicious de cupcakes brengt. Proeftest! We hebben misschien een extra bestelling nodig. Kijk, opgelost. En daarvoor verdien ik een heerlijk drankje. Mijn favoriete smaak, banana kale berry splash. Bah. Dus, er is nog iets dat ik jullie moet vertellen. Ik heb niet alleen de eettent gekocht. Ik heb het hele huis gekocht. Bedoel je het huis boven? Alles? Niet echt. Ja. Alles gekocht. Dus jullie kunnen hier slapen wanneer je maar wilt. Als je een draaiende 3-verdieping schoenenkast hebt met sneaker-etalage, dan spreken we. Ongelooflijk! Ben ik gek? Of is er plotseling een podium? Waar komt dit vandaan? Oh, ja, deze plek doet dat. Het is de laatste jaren een beetje verrassend geworden. Maakt het runnen van deze plek een stuk interessanter.
Wat bedoel je met verrassend? Er was niets verrassend toen wij hier vroeger kwamen. Er gebeuren rare dingen. Zoals de kamer verandert in iets anders. Of een koelkast of iets anders verdwijnt gewoon. Ja, het is een huis vol verrassingen. Wauw. Boss Queen vertelde dat niet toen ze me de plek verkocht. Hoehoe, ik lust nu wel een banana kale berry splash. Stoer. Nu we weten dat we deze ruimte kunnen omtoveren tot een podium, heb ik een geweldig idee voor het feest. Wil je de trailer laten zien voor je nieuwe film? Nee, we laten Lady Diva een van haar super te gekke shows geven. Ik ben zo blij dat je er bent. Hallo daar, mijn hemel. Je ziet er waanzinnig uit. Dit feest is te gek. Royal Bee, je hebt het echt goed gedaan. Oh yeah, het lijkt erop dat iedereen het naar zijn zin heeft. De diva heeft het gedaan. Oh, Lady Diva, je bent er. En, oh, wow, ons BB racebel. Oh, staat mijn score er nog steeds op? Ja, toen ik het zag, besefte ik wat deze groep voor mij betekent. En wat er ook met jullie gebeurt, ik wil er deel van uitmaken. Oh, mijn vriendin. Kijk, zo hoort het nou te zijn. Wij allemaal samen. Ja, ik moet het je nageven, Royal Bee. Het was een knaller. Dank je, Lady Diva. Maar het feest hoeft hier niet te eindigen, want morgen is een grote dag, toch? Ja, het is spooky day. Zeker weten. Dus dit is mijn idee. Logeerfeestje hierboven in het huis. Weet je nog dat we dat altijd deden na een feestje? Nou, doen jullie mee? Het wordt een pop-in-pyjama-party. Maar ik heb geen pyjama meegenomen. Nee, ik ook niet. Geen probleem. Jullie zijn prima zo. We kunnen lekker knus in mijn kamer griezelige verhalen gaan vertellen. Of leuke, vriendelijke, totaal niet enge verhalen. En toen sprong uit de bosjes niemand minder dan de Creepy Crawler. Laten we niet praten over de Creepy Crawler. Ze zeggen dat als je over haar praat, ze verschijnt. Jeetje meid, wat een dwaasheid. Hey, klinkt als een liedtekst. Hey meid, wat een dwaasheid. Wow, deze cupcake is een heerlijkheid. Stop! Niet eten in de slaapkamer. Sorry, Swag. Ik heb maar één regel en dat is hem. Maar ik eet altijd de snack om middernacht. Meid, je weet dat ik niet hou van kruimels op de vloer. Oké. Tot straks, zoetje. Wat is dat nou? Ik moet een nachtlampje hebben. Zeker nu spooky day eraan komt. Wow. Je hebt een zonnebril nodig met dat ding. Geen zorgen. Royal Bee regelt het wel. Ik weet niet of ik kan slapen zonder mijn nachtlampje. Maar ik zal het proberen. Okidoki. Wel trusten.